Maarten Cialinghi moest een valpartij in de derde etappe bekopen met een gebroken heup. Hij werd nog dezelfde avond naar Nederland vervoerd en de volgende ochtend geopereerd. Op dat moment stonden zijn ploegmakkers klaar aan de start van de vierde etappe. Maar het hele voorval met Cialinghi had diepe indruk gemaakt. Voor allereerst is het natuurlijk onwijs kloten voor hem. En ja, voor de rest, met mezelf doet het natuurlijk. Ja, je baalt gewoon enorm voor hem en voor het gemis van de ploeg. En je hoopt dat hij snel herstelt. En het is nogal, ja, als je heup breekt, is het natuurlijk niet niks. Dus het gaat gewoon een paar maanden duren. En ik hoop dat hij gewoon eerst een goede operatie heeft. En zich dan met zijn familie nog een beetje quality time kan hebben voordat hij aan zijn herstel moet beginnen. Het grootste probleem na gisteren, natuurlijk het verlies bij ons, Maarten Cialinghi is. Die zijn heup breekt. En voor ons ontzettende aderlating als ploeg. Ik sprak hem gisteren even kort voordat hij in de auto naar Amersfoort ging. Hij baalde vooral dat hij de Tour moest verlaten en dat hij de ploeg niet bij kon staan. En dat geeft denk ik wel aan dat teamplayer die is. En op het moment mag hij best even aan zichzelf denken. En hopelijk herstelt hij snel van die akelige breuk. Want dat is natuurlijk iets wat als wielrenner, ja, op zo'n moment, dat is echt een ontzettende klap. Ik denk dat iedere wielrenner wel aardig wat gevallen is. Maar dat is gewoon niet fijn. En je hebt gewoon pijn en je wil zo snel mogelijk herstellen. En je baalt gewoon dat je de Tour niet verder kan. Maar voor de rest moet je er niet heel veel achter zoeken. Maarten die zit nu gewoon even in de put, denk ik. En dat is logisch.